Welkom aan de Casa Adel vanuit het Sint-Josef ziekenhuis in Bornem. Naast mij twee leuke en bekende mensen, Ginny Beels en John Crombé. Ook voor hen 10 kaarten met 10 vragen, woorden, begrippen en 1 joker om zo'n woord, vraag, begrip verder uit te leggen of in verf te zetten. Alsjeblieft. Dank u wel. De eerste vraag: wie is Ginny Beels en John Crombé? Ik moet beginnen, zeg. Jij moet beginnen. Wie is Ginny Beels? Ik was tot voor kort politieambtenaar, politiecommissaris. Ik heb dat 17 jaar lang met heel veel motivatie en goesting gedaan. En dan tot vorig jaar zat ik in Mechelen. Mijn laatste jaar heb ik in het korps aan Mechelen-Willebroek doorgebracht. Kreeg ik de vraag vanuit het Antwerpse, waar ik vandaan kom, waar ik heel lang heb gewerkt, of ik niet terug wilde komen naar de stad om daar iets in de politiek te gaan doen. Dus dat is Ginny Beels. En ik heb eigenlijk altijd in heel mijn leven voor politie willen werken. Dus ik heb nooit iets anders willen doen. Het heeft te maken met wat ik heb meegemaakt in mijn jeugd. En de rode draad doorheen mijn bestaan is eigenlijk de strijd voor rechtvaardigheid. En wat houdt die rechtvaardigheid in? De reden waarom ik heb gekozen voor SPA, ik zal het dan maar uit mijn eigen ook hier zeggen, is juist omdat zij staan voor een aantal waarden die ik heel belangrijk vind. Zoals vrijheid, gelijkheid, solidariteit. En dat zijn een aantal, dat zijn waarden die ik belangrijk vind. Waarom? Omdat ik zelf kom uit een land, uit een samenleving, waar dat vrijheid en gelijkheid en solidariteit niet vanzelfsprekend waren. Zelfs niet bestonden voor een groot gedeelte. En ik heb zelf mogen meemaken wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. En dat heeft bij mij getriggerd. Dat heeft bij mij de drive veroorzaakt om ervoor te zorgen dat iedereen in de samenleving mee kan. En iedereen in de samenleving mee kan genieten van een aantal. Ik neem aan dat dat de waarden zijn die aanleunen bij die van de verlichting. Ja. Ja. Maar dan wel in de juiste betekenis van en die verlichtingen. De juiste. Dus niet zozeer de waarden benadrukken in het licht van een natiestaat enzovoort, maar eerder rond waarden en normen, rond de broederlijkheid, waar eigenlijk de Franse revolutie rond is ontstaan. Ja. Hè? Dus die waarden van vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Hij is Jean Crombé. De West-Vlaamse jongeling. Hè? Dat heb ik vernomen. Nationaal voorzitter van SPA nu bijna exact 3 jaar. Daarnaast nog deeltijds docent sociale zekerheid, universiteit. En Hasselt en Gent, ja. Maar eigenlijk economist van opleiding. Ja. Een beetje speciaal soort socialist, hè, die economist is van opleiding. Ja, we hebben er nog nooit veel gehad. Maar ondertussen 15 jaar in de politiek aan het werken, voordien academisch. Ik neem aan dat jullie beide vrijzinnig of niet vrijzinnig humanist zijn. Wat betekent dat voor jullie of waarom zijn jullie geen vrijzinnig humanist? Zal ik nu beginnen? Dus. Ja. Ik ben vrijzinnig en ik ben humanist. Ik zet mezelf zelden onder een label. Ik ben eerst een agnost. En ik vind dat zelfs belangrijk dat mensen dat kunnen zijn. En waarom ben ik een pleitbezorger van vrijzinnigheid en van humanisme? Omdat ik om te beginnen een heel positief mensbeeld heb. Het is misschien raar om dat te pakken als voorbeeld, maar met de waarden waar Ginny het daar straks over had. Ze heeft onvoorstelbaar gelijk dat zomaar een waarde met een woord benoemen dat dat niet volstaat. En vrijheid betekent eigenlijk voor verschillende partijen andere dingen, om er maar één van te nemen. En mijn achtergrond is heel erg, ik ben geboren in een arbeidersgezin in de jaren 70. Eigenlijk de periode waar het best de resultaten van een positief socialisme naar boven kwamen. Ik kom even tussen, omdat je bent bezig over vrijheid. En ik denk dan onmiddellijk aan vrijheid, liberalisme. Juist niet. Omdat
de basisidee is dat je als socialist, als je het geluk hebt om vooraan te staan, ik heb dat gehad, ik kwam uit een arbeidersgezin, maar ik kon naar de universiteit gaan en voortstuderen. Ik heb me daar nooit zorgen moeten over maken. Een socialist kijkt dan op tijd om te zien of dat anderen ook mee zijn. En de vrijheid die zegt van iedereen wordt met gelijke kansen geboren en ze moeten maar hun best doen, eigenlijk de schuldvrijheid, die meer en meer veld aan het winnen is, bij liberalen en bij nationalisten. Iedereen krijgt de kansen, je moet ze maar pakken. Zo werkt het niet. En sommige mensen hebben meer steun nodig, sommige mensen hebben meer zorg nodig, sommige mensen hebben tweede en zelfs derde kansen nodig. En dat is wat ik belangrijk vind in een maatschappij en waarom dat ik het humanisme en de vrijzinnigheid ook steun. Ik sluit me daar absoluut bij aan, volledig zelfs. Ik kom zelf uit de nest, de eerste 6 jaren waarin ik ben opgevoed in een moslimfamilie. Dan de volgende jaren ben ik opgevoed in België in een katholiek gezin. Dus ik heb ze alle twee meegemaakt. Nu, ik ben zelf geen vrijzinnige, maar ik sta wel open voor alles. Zowel voor vrijzinnigheid als humanisme, maar ook voor mensen die geloven. En ik denk dat het heel belangrijk is, de dag van vandaag, dat wij elkaar de ruimte geven daarin. Zowel de vrijzinnigen, de agnosten, de atheïsten, het maakt niet uit, als de zwaar gelovigen. En daar wringt hem juist het schoentje. Hè. We zijn geëvolueerd naar een samenleving waar dat pluralisme heel belangrijk is enzovoort. En het scheiden van kerk en staat, en ik ben daar zelf voorstander van. Maar waar dat we denk ik af en toe mensen uit het oog verliezen, dat het niet erg is om ook te geloven en dat dat ook evenzeer kan en mag. En ik wil graag die spanning wegnemen. Wees gewoon wie je bent, met respect voor de vrijheid van een ander. En dat vind ik wel een hele belangrijke om te onderstrepen. De derde vraag. Wat is fake news voor jullie? Komen jullie daarmee in aanraking? Och ja. Te veel, te dikwijls. Ja. Ja, het is natuurlijk bestaan al langer dan dat het begrip gebruikt wordt. Het is eigenlijk door de opkomst van Trump dat het begrip ingeburgerd is, maar het bestaat al langer. En het is eigenlijk wat mij betreft een beetje met het internet gekomen. Ik zeg aan mijn studenten vaak, het is super dat er zoveel informatie beschikbaar is op zoveel kanalen, maar wees er u van bewust dat het kan, dat je op alle kanalen dezelfde boodschap krijgt. En dus wat ik het allerbelangrijkste vind dat een student moet leren is kritische zin. Durf je eens afvragen, klopt dat wel? Want soms wil men dat je boodschappen gelooft. En alle fake news is nieuws dat mensen niet terdege informeert. Dus ik zie dat zeer ruim. En altijd maar dezelfde boodschap herhalen. Hè, de Walen kosten de Vlamingen geld, of de migranten kosten de Vlamingen geld. Dat wordt altijd maar herhaald, te pas en te onpas. De sociale zekerheid is onbetaalbaar. Fake news bij uitstek. Hè, onlangs nog herhaald op de openbare omroep. Wat dat er ook komt van cijfers. Dus mensen degelijk informeren dat ze de kans hebben om kritisch te zijn, is eigenlijk wat er moet gebeuren tegen fake news, dat al langer en breder aanwezig is. Want ik neem aan, als we naar u zien, dan denken veel mensen fake news, straaljagers. Ja, mails. Iedereen dacht van, de straaljagers, ja. Dat klopt niet. En ja. Maar nee, om te beginnen, het is wel het type voorbeeld van een dossier waar je als oppositie zelf zeer ver en diep moet graven om en aan de kaak te stellen. Werd dat niet gedaan? Ik denk zelfs dat de media dat een beetje kwalijk genomen heeft dat ik sprak van onderzoekspolitiek, omdat er werd altijd maar gezegd van we moeten die straaljagers kopen en die F-16's kunnen niet meer langer mee. En dat werd al 3 jaar in het parlement altijd maar herhaald alsof dat de waarheid was. Dus we zijn echt moeten gaan zoeken naar de informatie in andere landen van wat er aan het gebeuren was, tot en met een deel van wat wij in handen kregen van documenten bleken vervals te zijn. Ik blijf erbij tot op vandaag dat de inhoud in die mails, dat die klopt. Hè. Toch? Ja, absoluut. Absoluut. Dat hebben we genoeg kunnen navragen. Hè. De morgen heeft 6 militairen gevraagd om de vervalsingen aan te duiden. We hebben meer militairen gevraagd naar de waarheid over dat proces. En voor een democratie is het belangrijk voor een aankoop die in de komende jaren 15 miljard gaat kosten, dat het parlement en de bevolking de waarheid kent. En dat staat boven al de klodden in de pers. Ja. Ik zoek de schuld, en ik zoek niet vaak de schuld bij iets, maar daar bij fake news wel, is voor mij een deel van de verantwoordelijkheid ligt bij de media zelf. Omdat ik vind dat zij als vierde macht
de verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat er juist geen fake news zou zijn. En daarmee bedoel ik, politiekers gebruiken dat de pas en de onpas, allerlei zaken, om dat heel zwart-wit voor te stellen aan de samenleving. En ik merk de laatste jaren dat de media daar heel gretig op inspeelt. En dat het voor hen niet meer belangrijk is om mensen te informeren, zoals John zegt, maar eigenlijk meer om sensatie te brengen. En dat vind ik verkeerd. En dat vind ik ook problematisch, omdat mensen dat niet meer kunnen scheiden van elkaar. En je leest een krant, ja, de doorsnee burger gelooft dat natuurlijk. Hè. En als je dus geen kennis van zaken hebt van een onderwerp, dan zit jij er volledig in mee. En dat is ook verontrustend, omdat heel veel zaken die gebracht worden op een zwart-witte manier helemaal niet zwart-wit zijn. En is politiek dan sowieso sensatie alleen? Of? Ik heb het gevoel, en ik mag dat nu nog zeggen, want ik ben zelf nog maar een kersverse politica, met weinig ervaring. Dus ik spreek eigenlijk als burger. Ik heb het gevoel dat politiekers de laatste jaren er misbruik van maken. En dat eigenlijk gebruiken om hun betoog te houden en te winnen, zonder stil te staan bij de gevolgen van hun woorden en van hun daden. En die zijn veel moeilijker ongedaan te maken natuurlijk. Die kunnen jij niet zomaar terugnemen. Dat is juist het gevaarlijke van zo'n fake news. Als de gewone burger op straat mee is met een verhaal, dat probeert dan maar terug te schroeven. Hè. In heel dat F-16-gedoe is dat net hetzelfde natuurlijk. Hè. Je doet heel erg je best om dat deftig te onderzoeken, om iets te brengen dat mensen geïnformeerd worden. En dan, in een wip en een knip, is dat weg. Ja, om dan terug geloofwaardig over te komen, ja, dat is bijna onmogelijk. Hè. En als ex-politievrouw weet ik hoe moeilijk dat is. Hè. Ook al, hè, geef het voorbeeld bijvoorbeeld van mensen die veroordeeld worden, of juist niet veroordeeld worden, vrijgesproken worden. Ja, die sleuren dan mee voor de rest van hun leven. Hè. Die vrijspraak op zich is niet meer belangrijk voor die mensen. Hè. Want een gedeelte van de samenleving bekijkt u en blijft u bekijken als de schuldige. Dat heeft heel verregaande gevolgen. Dus. Ja, we zijn bezig over je politiewerk. Daar komt dan spijtig genoeg het woord discriminatie ergens aan te pas. In hoeverre hebben jullie beide te maken met discriminatie en dan ja, vooral als kandidaat van voor de SPA in Antwerpen, de stad van het Vlaamse blok ooit. Ja, maar het is nog niet zo lang geleden dat 1 op de 3 Antwerpenaren stemde voor het Vlaams Belang. Ja. Kijk, ik heb in mijn jeugd heel weinig te maken gehad met discriminatie en met racisme. Ook omdat ik ging naar een heel klein schooltje, waar eigenlijk allemaal vriendinnen en familie. Dan ging ik naar een iets grotere school, maar dat was nog altijd een meisjesschool, een nonneschool. We waren heel erg beschermd. En het begon voor mij pas op het moment dat ik naar de UNIF ging en daarna, als ik toetrad tot de Rijkswachtofficiersschool, dan begon het eigenlijk. En dat was niet zozeer alleen maar discriminatie op basis van mijn afkomst, maar ook op basis van mijn geslacht en op basis van mijn kunnen. En dus er was op verschillende fronten dat ik te maken kreeg met discriminatie. Dus niet alleen maar omdat ik een andere origine had, maar ook omdat ik een vrouw was, omdat ik een ervaring had enzovoort. Je komt in een mannenwereld en alles wat je goed doet, heeft te maken met je vrouw zijn, maar alles wat je slecht doet, heeft ook te maken met je vrouw zijn. Dus niemand had zoiets van, oh ja, maar Ginny, vind je er heel goed in, of vind je er gewoon slecht in? Ik bedoel, dat kan dus, ook, hè. Het klopt eigenlijk dat agenten in het algemeen macho's zijn. Ja. De politiewereld is een macho-wereld, ja. Maar niet alleen de politiewereld, hè. De brandweersmannen. De politie met een K, ja. De politiek. Politiek ook uiteindelijk, ja. Hè. Ik zit nu een aantal maanden in de politiek, sorry, maar dat is ook nog altijd. Zeg, in die hashtag MeToo, is dat dan toepasbaar op in de politieke wereld? Dat zal wel, maar weet je, er zijn in Vlaanderen, in België, in Europa weinig voorbeelden van uitgekomen. Ik denk dat er daar. Misschien dat jij daar meer over weet. Maar het is heel moeilijk, hè, om als vrouw of als man slachtoffer zijnde van racisme, ongewenste seksuele intimiteiten enzovoort, ook verbaal, om daarmee naar buiten te komen. Hè. Ik heb deel uitgemaakt van een organisatie die een voorbeeldfunctie heeft naar de samenleving. En gaat daar dan maar zeggen van ja, ik word lastiggevallen door mijn mannelijke collega's. Als vrouw, ik heb het ook meegemaakt, hè, dat doe je niet. Dat doe je niet, want je schaamt je. Je denkt nu, ja, het zal wel aan mij liggen. En dan ga je nog wat mannelijker kleden, bij manier van spreken. Of ja, je denkt gewoon in je eigen, ik moet deze oplossen, want als ik ga blijten bij iemand anders, ja, dan gaan ze mij helemaal niet meer geloofwaardig vinden. Dus we mogen niet onderschatten hoe moeilijk dat is,
om daarmee naar buiten te komen. En ik wil ook niet overdrijven en zeggen dat die hashtag MeToo, dat dat allemaal, allemaal volledig waar is. Maar het minimaliseren daarvan, zelfs een klein stukje, gaat ervoor zorgen dat slachtoffers nooit meer naar buiten gaan komen. Hoe zit het eigenlijk met het nieuw socialisme? Wat is dat dan? Is dat niet gewoon een andere naam voor dezelfde inhoudelijke... Nee, omdat, dat is ook de reden waarom dat ik mij kandidaat voorzitter gesteld heb. Ik vond dat wij, zeker op het sociaal-economische, hebben de socialisten en de sociaaldemocraten in Europa zijn veel te veel meegegaan in de derde weg. Van ja, het is wel oké om een beetje te privatiseren, het is wel oké om te liberaliseren, het is oké om te besparen. En heeft dat te maken met het feit dat jullie al zo lang mee hebben bestuurd? Ja, maar dan had dat ook niet kunnen blijven zeggen, want zelfs in deze eeuw hebben we eigenlijk nog niet... We hebben de helft van deze eeuw hebben we bestuurd. Hè. De N-VA heeft al meer bestuurd, de laatste... Dus nee, ik denk dat... We stichten de sociale zekerheid uit de jaren, op min de jaren 40, 44. En dan had een hele periode van strijd en opbouw van rechten voor gewone mensen, wat een doorbraak was maatschappelijk, dus dat is zeer recent. En dan in de jaren 70, 80, Reagan, Thatcher, komt dat keihard terug, dat het kapitaal zegt van ja, maar we zijn hier macht kwijt, hè. Er is veel meer verdeling van de middelen, er is gesolidariseerd en we draaien dat terug. Dat is hen ook gelukt. En als ze vroegen aan Thatcher op het einde van haar politieke carrière wat is hun grootste overwinning, dan zei ze dat de socialisten mijn gedachtegoed hebben overgepakt. En ze had gelijk, en daarom is er nieuw socialisme nodig. In Duitsland, de sociaaldemocraten, nergens is de armoede bij werkenden meer gestegen dan in Duitsland. En in Nederland verliezen ze de verkiezingen door te besparen op de zorg, de socialisten zelf. In Frankrijk door de rechten van arbeiders te beperken. De socialisten moeten dat in eerste instantie doen. Zorgen dat je voor heel je maatschappij zorgt, dat je gelijke kansen hebt en bescherming voor de mensen die tegenslag hebben. Voor iedereen gelijk en niet in een kapitalistische besparingslogica. Gaat dat er eigenlijk voor zorgen dat de SPA dichter gaat aanleunen bij PvdA? Op een aantal thema's is dat absoluut niet slecht. Ik denk dat we sociaal-economisch terug naar links moesten en dat nu ook aan het doen zijn. De manier waarop dat we heel fel zijn in de zorg en zorgzekerheid willen, maar dat ook vertalen, hebben we te lang niet gedaan. Dat zijn onze thema's, zorgen dat mensen er geraken, ook als ze een tegenslag hebben. En de manier waarop dat we... Ik heb fraudebestrijding gedaan en men vond dat te fel en wat weet ik allemaal, maar als socialisten dat niet doen, dan gaat niemand dat doen. Dus een coalitie of een nauwe samenwerking met PvdA zou kunnen... Wij moeten af van rechtsbestuur en we gaan wel zien met een uitslag wat er mogelijk is, hè, en hoe groot dat iedereen wordt. We hebben de testvijver was Borgerhout, maar dat de ondervoorzitter van de partij bestuurt met PvdA en daar lukt daar heel goed. Hè. Aan de kant. Ja. Hebben jullie tijd om te lezen, boeken, tijdschriften, kranten? Kijken jullie vaak naar tv, films? Wat lezen jullie nu bijvoorbeeld? Ik heb mij kapot gelezen tot de dag dat ik in de politiek ging. En niet dat ik nu niet meer lees, maar ik lees nu veel notas en verslagen en wat weet ik allemaal. Dus ik mis dat het meest door in de politiek te gaan, dat is boeken lezen. Dus we zijn nu in een periode dat ik misschien er wat ga kunnen inhalen, maar veel te weinig. Ik lees zoveel verschillende dingen en steeds meer via, hoe raar dat ook klinkt, artikels die gepost worden op Twitter. Dat heeft het voordeel dat zo van over heel de wereld komt, dat je niet meer gebonden bent aan de plek waar dat je elke dag je eigen kranten opnieuw moet lezen, wat ik eigenlijk steeds minder doe, zoals veel... En is dat omdat dat snel kan? En De toegang, het komt tot bij je, dus alles dat niet achter paywall zit, die... Pak Nederland bijvoorbeeld, daar hebben ze goede voorbeelden, correspondenten Groen Amsterdammer. Daar, vroeger deed ik dat niet, nu lees ik daar veel meer van. Ik kijk nog tv, hoe moet ik dat uitleggen? Zeer laat, dingen die heruitgezonden en herhaald worden, zie ik meer dan andere. Nou. Ja, maar eigenlijk niet te veel van de Belgische politiek. Ik heb het een beetje
gezien al die duiding en zo. Nee, ik zie redelijk nog wat documentaires. En af en toe van die sitcoms die geestesdodend zijn. Dat heb ik ook af en toe een keer nodig. De Big Bang Theory. Een soort van escapisme. Ja. Het enige dat ik niet kan missen is harde muziek. Dat kan ik niet missen. Dan moet ik nog... Dit is een voorbeeld. Een voorbeeld? Ja. Als ik... Ik laat mij op met de Melvins, de Ramones en Caius. Ze worden nog dikke vrienden. Muziek verbindt, hè, dat is zo. Hè. Wat lees je? Ik was ook een fervente lezer. En sinds ik in de politiek ben gestart, heb ik daar geen tijd meer voor. En ik vind dat ook heel spijtig. Want voor mij was ontspanning een boek lezen. En nu moet ik die ontspanning zoeken op andere manieren. Dus ik kijk televisie, ook in de late uurtjes, maar vooral voor mijn eigen, om mij in te werken in een aantal thema's. Hè. Maar daarnaast, als ik echt ontspanning wil, is dat voor mij thrillers of Engelse detectivereeksen en die zaken. Ja, ja. Maar lezen, helaas, zit daar niet meer in. Ja, dat is heel spijtig. Want ik vind lezen veel leuker dan tv kijken. Absoluut. Ja, ja. En films? Films, ik ben ook een fervente film. Ja, ja, als ik tijd heb, dan ga ik naar de cinema. Vrienden, ja. Ik zie nog vaak het begin van een film. We hebben het daar al over gehad, wat we allebei veel gelezen hebben, zijn politietrillers en detectieve verhalen. Want als ik afstudeer, de eerste plek waar ik gesolliciteerd heb, was bij de politie. Ja, ik wou bij de gerechtelijke politie gaan om fraude te bestrijden, toen al. Dat is echt waar. Is niet iets serieus of serieuzer. De hoofddoek. Wat is jullie standpunt over de hoofddoek? Het partijstandpunt is... En dan vooral Antwerpen dus. Ja. We hebben met Antwerpen hebben we daar een verleden. Hè. Het partijstandpunt is eigenlijk vastgelegd in het befaamde congres van Leuven in 13, als Bruno nog voorzitter was. En ondanks het feit dat we dat standpunt hebben, blijft de discussie altijd op dezelfde manier terugkomen nu in het onderwijs. Ik ga eerst iets anders zeggen dan ons standpunt. Dat is, ik ben het beu dat men blijft herhalen dat de hoofddoek in de scholen eigenlijk niet kan. Omdat ik vind, ze herhalen dat met het symbool van de onderdrukking. Ik vind, als je dat zegt, dan zeg je eigenlijk aan veel 15, 16, 17-jarige meisjes dat die niet in staat zijn om zelf na te denken en zelf te beschikken. En dus... Op dezelfde manier als in de school van Ginny, de nonnetjes, zoals dat ze noemden, een hoofddoek droegen. In mijn school ook, hè. Die neutraliteit, ik ben daar keihard voor, maar doe niet het omgekeerde. Dat zou zijn alsof dat we van de katholieke kinderen vroeger dat ze een kruisje niet zouden mogen aan hebben als ze op school zitten. Ik vind, streef ernaar, werk eraan, bevrijd, ontvoogd, al wat dat je wilt, maar begin niet door... vrijheden te willen, beperkingen op te leggen. Als vrouw dan vind ik het heel belangrijk dat ik zelf mag kiezen wat ik draag of niet draag. En daarmee wil ik niet minimaliseren dat daar geen druk kan uitgeoefend worden, maar dan denk ik dat wij in staat moeten zijn om die factor achter dat aan te pakken. En niet te gaan zeggen tegen andere grote delen in de samenleving, andere meisjes, omdat sommige van jullie... te maken krijgen met druk om dat te dragen, gaan we dan aan jullie ook zeggen dat je dat niet meer mocht doen. Uiteindelijk doen we net hetzelfde. Hè? Je doet net hetzelfde als die vader of moeder of wie dan ook die zegt van jij moet dat dragen, zeg je eigenlijk als overheid en jij mocht dat niet dragen. Ik vind dat die keuze er moet zijn en dat is een moeilijke keuze. Hè? En wat dat mij zo stoort de laatste jaren is dat de politiek zo graag wilt gaan voor die gemakkelijke oplossing. Voor problemen die veel moeilijker zijn en complexer zijn dan die symbooldiscussies waar wij het heel de tijd over hebben. Dus voor mij is die hoofddoek een hele symbolendiscussie dat we zijn aan het doen. En toch is die symbolendiscussie van de hoofddoek in de klas, komt altijd maar terug. En dat enorme probleem, ik noem dat een enorm probleem, omdat als je het hebt in de maatschappij, vind ik dat enorm. Niets. Hoe vaak wordt dat te gronde de inzet van het debat? Niets. En dus, ja, ik hecht daar meer belang aan dan... Ik ga mij ook erin zetten. Op dat onderwerp vind ik dat heel belangrijk, omdat jij zegt van ja, dan wil jij dat politiemensen een tulband of een hoofddoek moeten kunnen dragen. Ik refereer naar een buurland, Engeland, waar het eigenlijk al heel lang het geval is. Waarmee ik niet wil zeggen dat we Engeland moeten kopiëren naar België of naar Antwerpen, maar wat ik gewoon wil zeggen dat je daar met gezond verstand over moet nadenken.
En als je politieambtenaar wilt worden, is veiligheid het belangrijkste criterium. En als dat niet toelaat dat je dat draagt, dan is dat zo. Je kiest voor een job, hè. Je weet ook van als ik politieambtenaar word, moet ik in uniform en moet ik ervoor zorgen dat ik op straat kom op een manier dat ik veilig mijn werk kan doen. Ik denk dat dat een antwoord is op uw vraag, hè. Wat niet uitsluit dat dat mogelijk moet kunnen zijn. En wat ook niet uitsluit, dat alle politieambtenaren in Engeland, gaan we toch niet vertellen, dat het allemaal mensen zijn die hun job niet op een objectieve manier kunnen uitoefenen. En over uitsluiting, ik ga het woord pakken, maar in een andere betekenis. Het gaat zodanig ver dat we eigenlijk bereid waren in onze maatschappij om iemand die aan een loket zat te dwingen om de job niet aan te nemen als die de hoofddoek droeg. En iemand die achter het loket zat voor administratie, dat mocht dan wel. En dat is uitsluiting. Dat was daar zicht van een socialist. Absoluut. Ja. Maar ik ben niet te bekaaid om te zeggen dat ik dat niet oké vond. Ik heb dat toen, nog voordat hij het communiceerde, ook tegen hem gezegd. Ik heb ooit één job gehad dat ik mijn haar moest bedekken. En dat was omwille van de hygiëne. En er was een uniform en dat was allemaal. Dus vandaar dat dat echt symbooldiscussies zijn. En aan de kust was er een discussie over de burkinis op het strand. We hebben in Oostende er één gezien, dat was een journaliste die verkleed was om de reacties op te meten. Weet je dat, hè? Het basisinkomen, hoe staan jullie tegenover het basisinkomen? Durven jullie er een getal op plakken of niet? Ah nee, dat gaat sowieso niet. En dat is in de slechtste vorm. Het zeer politieke antwoord is dat er ondertussen al zoveel definities van een basisinkomen zijn dat niemand nog weet wat dat ze bedoelen. Ik ben tegen het basisinkomen dat ervoor zorgt dat de sociale zekerheid wordt afgeschaft. Daar ben ik tegen. Omdat je in de verschillende groepen in de maatschappij verandert. En als je bijvoorbeeld zegt, we gaan op leeftijdscategorieën een basisinkomen bepalen, zoveel voor studerenden, zoveel voor werkenden, zoveel voor gepensioneerden. Hè. Dat is een beetje wat dat ze doen. We hebben bijvoorbeeld op korte tijd gezien dat het aantal eenoudergezinnen enorm is toegenomen. Het aantal alleenstaanden enorm is toegenomen. En dan past het systeem aan. Het aantal personen met een beperking enorm is toegenomen. Omdat personen met een beperking veel langer leven dan 20, 30 jaar geleden. Wat dat een voordeel is uit onze maatschappij. Sociale zekerheid past hem aan de noden en de vragen. Dus ik zeg niet nee tegen een basisinkomen. Maar de discussie waarmee de principes, de beginselen van sociale zekerheid compleet onderuit gaan en met solidariteit op kop, die types van basisinkomen, daar zeg ik nee tegen. Het maken van een categorie, zij krijgen zoveel, al dan niet geïndexeerd ten volle, en that's it. Het is wel zo dat we gaan moeten nadenken over een andere invulling van herverdeling. Het inkomen wordt verdiend op kapitaal, op machines, op robots enzovoort, steeds meer. En nu gaat dat allemaal naar de aandeelhouders. Je hebt internetbedrijven met 10 aandeelhouders die miljarden ontvangen, en waar de werknemers eigenlijk niet van delen. En dus we gaan wel naar een andere orde van verdeling van het nationaal inkomen moeten gaan. Dat is het echte debat. En kan een genie-been zoiets realiseren op lokaal vlak? Dus enkel in Antwerpen een basisinkomen en dan pas later de rest? Dus in Nederland en in Scandinavië is het op lokaal vlak uitgetest. En eigenlijk met redelijk veel succes. Het is kapotgeschreven door veel media. Maar de resultaten zijn eigenlijk goed. Hetzelfde als arbeidsherverdeling is ook getest op lokaal vlak. Maar redelijk veel succes. Het is een kwestie van willen. Hè. De kinderarbeid afschaffen, dat was onmogelijk. Hè. Het ging slecht zijn voor de economie. Ja. Best dat we het gedaan hebben. Euthanasie, ik heb er al vaak over nagedacht. Ik lees er veel over. Ik schrijf er vaak over. Wat vinden jullie dat moet kunnen qua euthanasie? Wanneer vinden jullie dat ik als mens-patiënt zou moeten kiezen voor euthanasie? En waar ligt jullie grens? Ik heb er ook al veel over gelezen en zelfs over geschreven, maar dat is iets dat eigenlijk dat er weinig mensen van mij weten. Maar ik heb bij Destelmans ook verschillende opiniestukken gepubliceerd daarover. En kijk, we stelt de vraag raar, wanneer zouden we moeten kiezen? Ik vind het een enorme stap vooruit dat wij een verregaande wet hebben die mensen toelaat om ook daar zelf over te kunnen beschikken. En hoe ver moeten we daarin gaan? We zitten nu
in de zeer complexe discussie in het ondraaglijk psychisch lijden, waar dat je het gaat over grenzen trekken. En, we hebben een moeilijke discussie gehad over euthanasie bij kinderen, hè, omdat dat gevoelsmatig een zeer moeilijke discussie is. Wat ik zie is dat wij een zeer goede wet hebben en dat we eigenlijk de voorstanders van euthanasie gaan moeten duidelijk maken dat de controle op de organisatie, de uitvoering en de transparantie daarover, dat die nu omhoog moet. De wet is een tijd in werking, er is zeer veel informatie aan de burgers gegeven, ook LIJF heeft daar zeer veel aan gedaan. Het aantal mensen dat daar naartoe komt, toont dat de vragen daarover leven. En het is altijd een kwestie van, wilt u die zelfbeschikking geven aan de mens? Ja, ik vind van wel. En in alle situaties en op alle leeftijden, dus zeer verregaand. Wilt je dat dat gebeurt op een manier die transparant en goed gecontroleerd is? Absoluut. Want het bestaan in een tijd, er zal altijd een tegenbeweging komen om het terug in de doos te duwen. En daar vrees ik een beetje voor. Maar dus, ik vind ruim en die zelfbeschikking gaan was het doel van de initiële wet en ik ben daar heel erg voor. Maar wanneer moet iemand daarvoor kiezen? Nooit. Je moet daar absoluut nooit voor kiezen. Ja, dat is wat die wet sterk moet maken. Het moet echt over zelfbeschikking gaan. Ja. En wat vind jij als gelovige? Ja, ik vind dat een beetje dezelfde discussie, als ik dat mag vergelijken, met vroeger ook de abortuswetgevingen. En ik ben van mening dat elk menselijke wezen moet kunnen beslissen over zijn of haar leven. Dus wat dat John zegt, vind ik heel zinnig. En ik denk wel dat die transparantie er moet zijn, omdat je mensen ook niet, allee, die heel veel pijn hebben of die het niet goed niet meer weten, je kunt dat niet ongedaan maken, die beslissingen. Dus je mocht er ook niet te licht over gaan. Maar ik heb een grootmoeder, en dat was niet echt mijn grootmoeder, maar de moeder van mijn Peter, die het heeft meegemaakt, die het niet wilde dat ze dat er werd tussen gekomen. Dat is heel moeilijk, hè? Als iemand die heel dicht bij die persoon staat, heeft de goesting om nee te zeggen. Maar dat is niet mijn recht. En het is dat ik wil zeggen, ik vind dat die persoon het recht heeft om te zeggen wat hij of zij wil dat er gebeurt met zijn of haar leven. Alleen moeten we opletten dat daar geen willekeurig iets gaat worden. Hè? Dat we voldoende controles kunnen inbouwen in het systeem. We zijn een land met afschuwelijke zelfdodingscijfers. En in bepaalde delen van het land nog afschuwelijker dan in andere. En ook bij jongeren. Ja. En dus dat toont dat aan de ene kant het psychisch welzijn te weinig ondersteund wordt. Dat is een topic die ook echt leeft bij jongeren nu. Maar aan de andere kant, als je moet mensen in een situatie brengen dat zelfdoding, het zelf doen, de enige mogelijkheid is, daar hebben we ook veel afschuwelijke verhalen mee. En natuurlijk, er gaan altijd getuigen zijn van mensen die een mislukte poging gedaan hebben en die zeggen gelukkig dat ik niet overleden, dat is waar. Dat maakt het moeilijk, maar die zelfbeschikking opnieuw mogelijk maken op een goede manier is echt iets wat een wetgever moet doen. Dus ik ben blij dat we die durf hebben gehad. Ik had een buurman, die kreeg een hartaanval en zeer zware en die genas. Op het moment dat hij genezen verklaard was, stelden ze kanker bij hem vast, in zijn keel. Dus iemand die graag op café ging, babbelen met mensen, noem maar op. Eten en drinken ging niet meer. En redelijk jong heeft hij gezegd, mijn levenskwaliteit is weg. Zijn omgeving heeft daarvan afgezien. Hè? Omdat hij niet een last, maar iemand dierbaar was van hem. En toch hebben ze dat gerespecteerd. Omdat ze aanvaarden dat zijn levenskwaliteit. Dus als het alleen maar dat is, denk ik dat de persoonlijke reflex zou zijn. Iets leuker om te eindigen, de hartjes van dat team. De liefde. Ja. Ik denk dat jullie beide getrouwd zijn, niet met elkaar. Ik ben nooit getrouwd. Nee. Ik heb mezelf beloofd dat als ik ooit trouw, dat het met de bassiste van de Pixies zal zijn. Maar dat is nog niet gelukt. Ja, maar ja, nee. Liefde is niet iets dat afhankelijk is van het uiterlijk alleen. Hè. Ik mocht geen vraag stellen, zeker. Nee. Ik ben wel getrouwd, ja. En? Is dat dan niet moeilijk voor je partner om met iemand getrouwd te zijn die zo begaan is, die passioneel bezig is met politiek in plaats van hem? Ik denk dat het sowieso moeilijk is voor
mijn partner om getrouwd te zijn met iemand als ik. Ik denk dat dat echt wel... Nee, dat is nee, gewoon ik denk dat sowieso. Dat, waar is. Dat is ook zo. Nee, maar dat is ook effectief. Ik ben me daar ook heel erg van bewust. Hoe moeilijk dat voor mijn partner moet zijn, omdat ik nooit iets niet normaal kan doen. Ik kan nooit iets niet zeggen van, het interesseert me niet, het is niet mijn probleem, en laat het een ander me doen, en ik leef mijn leven, en we zijn one happy family. Ik kan dat niet. Hoe harder ik dat ook zou proberen, dat loopt, alleen dat haalt u toch in, uw realiteit. Dus daarom, voor hem, is dat zeer zeker niet gemakkelijk. Omdat hij daar niet voor kiest, hè? In zekere zin. Hè? Je leert elkaar kennen, hè? Je bent verliefd, je ziet elkaar graag. Maar je weet niet... Allee, je hebt geen glazen bol natuurlijk. Hè? Dus de strijd die ik voer, is eigenlijk onwillekeurig ook zijn strijd geworden. Hè? Hij kan daar niet buiten. Nu, zonder hem zou ik het ook niet kunnen. Als hij zou zeggen, van ja, ik wil het niet meer hebben, ik kan het niet meer aan. Dan weet ik niet of dat ik de kracht zou hebben om te zeggen, oh, ik ga toch door. Dat is heel raar, maar... Dankzij hem, mede dankzij hem, kan ik die ambetante genie blijven die ik ben. Dus, en dat is de liefde uiteindelijk, hè, dat je toch je eigen kunt zijn. Heb je die kinderen? Ja. Elk kindje, hè. Elk kindje, ja. Maar we zijn weer even oud, hè. Ja. Dus we kunnen daar ook ervaringen over uitwisselen, want ik heb een dochter, ze heeft een zoon. Ja. Koppel. Ja. Toen dat ze elkaar voor de eerste keer zagen, die twee, dus mijn dochter is iets jonger. En ik zei, ze is 10. En ze zei, nee, ik ben al 10,5. Omdat haar zoontje is 11. Ze wou niet dat leeftijdsverschil te groot nee, was. Nee, nee. Dit was Ad Kazadil. Enorm bedankt, Genie en John. Het was een leuk en interessant gesprek. Blijven kijken naar Ad Kazadil op de site van het Humanistisch Verbond.